laat hem maar rustig zijn gangetje gaan. Hij rijdt niet heel veel koersen. Hij heeft heel veel deze week overgeslagen. Hij was fris naar hier gekomen. En dat zie je dan wel. Het was een boeiende strijd ook. Hè? Je zei achteraf tegen hem van dit is controlerend koersen, Thibaut. Beschrijf de laatste ronde nog eens met de Spanjaard. Ja, ik zag dat hij controle had en dat hij nog altijd wel een punch in huis had. En hij is ook snel aan de finish. Dus ik zag dat inderdaad dat hij technisch goed was. Hij liep goed, had de wedstrijd onder controle. En de man in vorm, Ryan Kortjes, had een mindere dag. En daar heeft hij optimaal van geprofiteerd. En ik denk dat je dan toch, en dat heb ik ook altijd gevoeld, dat je voor eigen volk altijd iets meer kan. Dat is waar. En dames en heren, vader Nijs zei het net. Ja, je moet hem eigenlijk wakker maken in de camper, Thibaut. En anders dan komt hij te laat voor de start. En we merkten eigenlijk eenzelfde soort relaxedheid naar de wedstrijd. In het interview met de winnaar, met Thibaut Nijs. Luister maar. Thibaut Nijs, gefeliciteerd. We hebben vaak voor je vader geknield. Nu voor jou. Zo snel gaat het in het leven. We beschrijven hoe het ging vandaag. Ik had voor de koers moeilijk inschatten hoe dat ik hier ging rijden. Maar toch wel een rij in Kortjes die de laatste tijd superieur is. En mijn start was direct goed. Ik zat direct mee in de koers. En denk in de tweede ronde demareert de rij in Kortjes heel hard. Ik denk dat ik de enige was die aan mij kon. Ik denk dat hem zijn eigen daar wel wat opgeblazen heeft. En ik pak eigenlijk direct over. En ik ben vanaf dan gewoon druk blijven zitten. En de rest bleef altijd op een 2-3-tal meter hangen. En ik kon gewoon mijn eigen koers rijden. En toch mijn achterhoofd in de laatste ronde nog eens serieus door te trekken. Ja. Groot doel dit jaar, dat was om hier te winnen natuurlijk voor eigen publiek. Stress, druk. Ik weet het is een vreemde vraag voor iemand die jong is. Maar toch, ga er maar aan staan als je zo jong bent. Hè. Hoe ben je daarmee omgegaan vandaag? Ik heb gisteren supergoed geslapen en ik heb eigenlijk heel weinig druk gevoeld. Het is natuurlijk altijd wel belangrijk om hier goed te rijden, voor mijn eigen dan. Maar het is niet iets waar ik serieus naartoe gewerkt heb of iets waar ik mezelf druk voor oplegde. Ik had gewoon vandaag een hele goede dag. Het parcours lag mij, alles zat mee en dat is geweldig.